De nieuwe fusieorganisatie Rijk krijgt goed 1000 cliënten. Eén daarvan is de 19-jarige Yvonne Hamersma uit Drachten. Zij zit in een zogenaamd begeleid wonentraject. Ze helpen me met de problemen die ik heb. Bijvoorbeeld de financiën, het opstaan, naar het werk dat te gaan. Ze helpen die eigenlijk van alles best hulp nodig bij haast. Vooral voor de toekomst is dat heel belangrijk voor mij. De vraag is wat zo'n grote organisatie nou krijgt opsmieden zil voor een cliënt als Yvonne. Het antwoord hier even een kilometer verderop in Lawei. Daar wordt de nieuwe namen van de zwaargroep presenteren. Ik zag allemaal bordjes. Ik werk bij Drievensdalen. Ik werk bij Tjallingaheem. Ik werk in Dokkum Beterland. Dat is na vanochtend voorbij. Want nu laten we zien hoe wij gaan heten. En daar komen de letters. Wat je zag is en wat je ziet is dat de zorg aan jongeren met een licht verstandelijke beperking en ook ouderen met een licht verstandelijke beperking erg versnipperd is in het noorden in verschillende instellingen. En we hebben gezegd van oké, dat willen we gewoon in één instelling brengen, zodat we levensloopbestendige zorg kunnen maken. Ja, ik denk wel dat er een goede besluit is om een grote organisatie te doen. Ja, kies natuurlijk lezen en waarom dat beter is. Nou ja, als het aantrein 20 jaar wist, dan zou je in principe geen hulp meer krijgen. En ook na 23 jaar, dan kun je altijd nog hulp krijgen. Yeah. Wat nodig is, als het nog nodig is. Rijk had zo'n 600 medewerkers. Er vallen door de fusie geen dwang ontslagen bij de zwaargroep.